Ik denk dat het belangrijk is om lupus zichtbaar te maken, omdat lupus eigenlijk nog voor veel mensen ongekend is. En dat zorgt meestal voor onbegrip en mensen die het niet begrijpen. Als je zegt, ik ben moe van lupus te hebben, dan zeggen ze, je ziet er toch goed uit, je ziet er helemaal niet moe uit. Dus dat zijn allemaal dingen die we met zo'n campagne wel kunnen ontkrachten. On pense d'abord qu'il n'est pas simple pour les patients d'avoir une information qui soit constructive, de qualité. Et la plupart du temps rassurante. Il nous semblait aussi très intéressant d'éduquer, de former l'entourage des patients qui souffrent d'un lupus, parce que c'est une maladie qui est en fait très mal comprise, notamment par l'entourage, et que par une meilleure compréhension du patient, qui pourra évidemment plus s'investir dans ses soins, mais également par l'entourage, familial, professionnel, on pense que la qualité de prise en charge, d'empathie sera certainement meilleure. Een van de uitdagingen is de diagnosestelling die tijdig moet gaan gebeuren, maar ook de impact op hun leven, maar ook het leven van hun gezin, hun eigen leven, naar werk toe, naar fysiek functioneren. Ik denk dat we daar heel veel aandacht moeten aan besteden, dat we niet alleen een medisch tijdige correcte diagnose stellen, maar dat we ook die patiënten verder gaan begeleiden naar een thuissituatie, naar een werksituatie, ook naar sporten, recreatie toe. Ik denk dat de grootste uitdagingen voor lupuspatiënten zijn van te blijven werken, uw familie te kunnen blijven onderhouden, uw kinderen kunnen op te voeden. En ja, je moet blijven functioneren. Je moet ook uw sociale toestanden kunnen blijven doen. Je pense qu'actuellement le plus grand défi c'est de trouver la bonne personne qui va poser le diagnostic, d'avoir affaire au médecin qui connaît la maladie, de pouvoir bénéficier grâce à des médecins qui connaissent la maladie de traitements pertinents et puis grâce à une prise en charge adéquate aussi, ça permet d'avoir une meilleure qualité de vie et je pense que ce qu'on recherche tous c'est que nos patients avec le lupus puissent vivre le plus normalement possible leur vie en dehors de leur maladie ou avec leur maladie. Wat ik vind van de Maak Lupus Zichtbaar campagne is dat ze super is. Ze is heel speels, heel interactief opgevat. Ze is zeker niet belerend. Iedereen kan ermee om. Ik vind het eigenlijk een super campagne. Zo mogen er meer zijn en zo mag ze ook zeer regelmatig in het ziekenhuis tentoongesteld worden. De Maak Lupus Zichtbaar campagne van AstraZeneca vind ik geweldig. En iedereen wat ik hier vandaag al gezien heb, ja, die zeggen dat is fenomenaal, dat is wow. En het is ook zo. En het is nodig, ja, want de mensen blijven staan, wat is lupus, wat is lupus? Dus ja, het is hoog nodig en het doet zijn werk.